Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Arthur Lasermaster 2 15 watt versie. Afgelopen week en die week ervoor ben ik aan het testen geweest, zoals je misschien in een van mijn eerdere video's kunt zien, met poederkoud poeder. Dat deed ik op hout. Ik had daarop Snoopy gelaserd en daarop groene, felgroene poederkoud poeder overheen gelezen. En daardoor kun je dus hout inkleuren. In alle video's die ik online gezien heb hierover, want natuurlijk, ik moet ook mijn ideeën ergens vandaan halen en die komen simpelweg uit ideeën en werkstukken van anderen. Maar in al die video's die ik daarvan gezien heb, was sprake van twee materialen die daarvoor gebruikt konden worden. En dat was hout en acryl. En mijn gedachte was, wat een onzin. Als je alleen hout en acryl, dan zou je toch eigenlijk ook andere dingen moeten kunnen. Acryl was sowieso al eigenlijk niet mogelijk met mijn diodelaser, omdat zeker doorzichtig acryl niet. Omdat doorzichtig acryl niet herkend wordt door de diodelaser. En dan moet je dus een andere techniek toepassen. Metalen plaat met daarop grijze primer. En dan focussen op de metalen plaat. Daarop het acryl leggen. En dan je afbeelding in spiegelbeeld gelaserd. Nou, dat gaat een beetje moeilijk met poederkoudpoeder, want die komt er dan onder te liggen. En dan ga je denk ik eerder die poederkoud aanbrengen op die metalen plaat dan op dat acryl. Dus dat gaat niet werken. Maar ik dacht van, joh, als dit nou werkt op hout, hè, zou dit dan niet bijvoorbeeld ook op tegels kunnen werken? Nou, dat heb ik van de week voor mezelf al bewezen dat dat kan. Maar dat wil ik nu ook in een video gaan doen. Ik gebruik daarbij overigens wel, en dat moet ik er wel even bij zeggen, niet de standaard glanzende tegel die in je badkamer komt te zitten, maar in dit geval tegels die gebruikt werden voor de sublimatietechniek. En dat is toch een iets ander materiaal. Want de tegels die voor de badkamer gebruikt worden, die moet ik altijd eerst wit schilderen. Met hoogglanslak of met zijdeglanslak. Om die te kunnen laseren, dan krijg ik daarop die mooie afbeelding. Je hebt daar al heel wat video's denk ik van gezien. Met name het maken van het dienblad. Maar ook wel andere video's met bijvoorbeeld het maken van de sabelspoort in Arnhem. Bij die sublimatietegel hoeft dat niet. Die sublimatietegel die is van een dusdanig materiaal gemaakt dat ik zeg maar geen lak erop hoef te spuiten om hem te kunnen laseren. We gaan straks zien dat je dan een vrij lichte afbeelding krijgt. En ik heb van deze week al geprobeerd om dit nu ook met poederkoudpoeder te doen. En dat heb ik toen gedaan met zilvergrijs. En dat is een beetje dezelfde kleur als gewone afbeelding die je in die tegel lasert, want dat is bijna dezelfde kleur. Ik heb hier het voorbeeld in kwestie. Het is heel moeilijk te zien. Maar in deze gelaserde snede zit dus poederkoudpoeder zilverglitter. En die zit er echt in. Dus als je die tegel in je hand hebt, dan zeg je gelijk van, oh ja, potverdorie, het zit erop. Ja. Wat ik nu ga doen, ik ga hetzelfde soort tegel maken, wel met een andere afbeelding daarop. Ik ga een afbeelding gebruiken die ik in het verleden al een keer gebruikt heb, op een verlichte acrylplaat. Arnhem, mijn stad, noem ik die tegel. En die ga ik voorzien van donkergrijze afdruk, want dan zou je een nog betere afdruk op die tegel moeten gaan krijgen als het goed is. Nou, dat procedé, dat ga ik je vandaag laten zien. Ik ga je niet het ontwerp in Lightburn laten zien, zo heftig is dat niet. Dat is gewoon normaal werk van Lightburn, zoals we dat in het verleden allemaal vaker gedaan hebben. Het gaat hier om het stukje met de poederkoud. En we gaan naar onze laser toe. Dus nog een keer de procedure. Heel erg belangrijk is dat we die tegel op het moment dat we hem gaan bestrooien met poeder op exact dezelfde plek gaan leggen. Daarom gebruik ik dus de rechthoek hier. Zodat als ik die tegel eraf haal, dan hou ik die rechthoek goed vast. Zodat die op de goede plek blijft liggen. Dan haal ik de tegel eraf. En dan kan ik het met poeder bestrooien. Maar het eerste wat we gaan doen natuurlijk is normaal het reguliere laserproces. Bij deze tegels, ander materiaal dus dan een gewone glanzende tegel, wil dat zeggen dat ik ga laseren met een snelheid van 700 mm per minuut. En een power van 90%. Dat is een beetje de limitatie voor mij. Ik wil absoluut niet boven die 90%. En ik vind zelfs dat al redelijk hoog. Wat we ervan gaan krijgen is een iets wat grijze afdruk. En dat ga je straks zien, want dat ga ik je natuurlijk laten zien op het moment dat dat klaar is. Ik ga beginnen. Nu, bijna is de oorspronkelijke laserversie klaar.
We zien al een heel klein beetje dat het een beetje grijs is, maar we gaan daar zo eerst nog even met een borstel overheen om dat schoon te maken. En zodra als ik dat gedaan heb, laat ik je zien hoe het er op dat ogenblik uitziet. Want daarna gaan we de zwarte poeder aanbrengen. Zo, nadat ik hem met een borstel heb schoongemaakt, heb ik hem daarna nog even met alcohol afgenomen, zodat zeg maar eigenlijk in die sleuven, dus daar waar hij gelezerd heeft, geen niet echt residu meer zit. Nu kan ik poedergrootpoeder aanbrengen. Ik doe het een en ander op de afbeelding strooien. Pak wederom een soort creditkaartje. En ik ga langzaam maar zeker dit in alle openingetjes en sleufjes trekken. Belangrijk is dat het dus zoveel mogelijk echt alles afdekt. En dat het er nu wat rommelig uitziet daardoor, maak je daar niet al te druk over. Want uiteindelijk zullen we het overtollige materiaal weer verwijderen. En dat doen we nu al een heel klein beetje. Maar ik probeer daarbij wel te voorkomen dat ik het uit de groeven haal. Want dat is dus wel een belangrijk gebeuren. Oké, ik ga het er nog een keer overheen doen. Zodat ik zeker weet dat ik toch echt zoveel mogelijk geraakt heb. En dan veeg ik het er heel licht vanaf. Zo. En nu ga ik het op exact dezelfde plek terugleggen. Even het laatste beetje. Want hier zit geen lasermateriaal daar. Oké. Ik ga het nu op dezelfde plek terugleggen op de laser. Dus weer in de rechthoek. En dan ga ik het laseren met 1200 mm per minuut en 15% power. En dan gaan we zien wat er daarna uitkomt. Tot straks. Het is gelaserd. Nu blijft ons over het met een kwastje schoonmaken. En daarna met een heel klein beetje alcohol schoonmaken. En kijken wat het resultaat gaat zijn. Ik ga het je zo meteen laten zien. Ik ga het nu eerst even schoonmaken. Zo, het laatste wat ons rest is het schoonmaken met alcohol. Even nog één kleine tip. Op het moment dat je dit gaat branden met de poedercoatpoeder erop, zet je natuurlijk je air assist uit. Want anders wordt de poeder weggeblazen. Even met een beetje alcohol eroverheen om, zeg maar, om de laatste restjes smerigheid eraf te halen. Maar ik kan je nu al zeggen dat het er briljant uitziet. Nog één keer een beetje alcohol erbij overheen. Even deze dichtvouwen. Oh. Dichtmaken. En dan nog één keer met het doekje erover. Zo. En lieve mensen, wat kan ik zeggen? Ziet het er niet geweldig uit? En dit keer duidelijk donkerder dan na de eerste laser. En dat is dus die poedercoatpoeder. Een donkergrijze poedercoatpoeder die er op dit moment in zit. Ik hoop dat je gezien hebt dat het dus niet alleen op hout werkt en op acryl. Maar zeer zeker ook op andere materialen. En tegels is er één van. Ik hoop dat je het leuk vond. Veel plezier. En tot de volgende keer. Dag.